Deze bekende gevel wordt een monument. Net als bijvoorbeeld het Centraal Station. 26 panden in en rond de Nijmeegse binnenstad krijgen van de gemeente de status van monument. Het gaat om bouwwerken die kort na de Tweede Wereldoorlog werden gebouwd. Die bouw moest snel, maar er was ook ruimte voor kunst. Zoals bijvoorbeeld te zien is bij de kerk aan de Molenstraat. De meeste panden die nu monument worden zijn winkelpanden aan de Broerstraat. Door de beschermde status mag er aan de gebouwen niet zomaar iets worden veranderd. Eigenaren krijgen een brief van de gemeente waarin het belang van het behoud van hun pand wordt uitgelegd.